ben Dennis, ik ben Renske en welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag spelen we gewoon weer eens wat Call of Duty. Echt waar, het is geen droom, het is geen illusie, het is echt waar. Dit is de realiteit. En ik dacht, nou ja, weet je wel, ik kreeg over comments van wanneer komt weer Call of Duty? En nou oké, dan komt er weer een keer een Call of Duty video. En dit keer is het wat Modern Warfare 3, want ik weet toevallig dat Advanced Warfare jullie niet echt ligt. Dus nou ja, wat Modern Warfare 3. Moest ik ook nog allemaal updates gaan downloaden op de PlayStation 3, omdat ja, ik heb het ding al een maand lang niet aangeraakt. Dus heel fijn allemaal, maar uiteindelijk heb ik dus voor jullie wat Modern Warfare 3. Het is Infected op Terminal, de fan favorite. En geen verraders bij mij in de buurt, dat is heel gunstig. Ik zweer het je dat iemand bij mij in de buurt zit. Waar gaan we heen? Iedereen gaat altijd in dat vliegtuig liggen campen op deze map. Dus dat is al heel erg leuk. Ja, yeah, waar de fuck kunnen wij heen? Ik wil eigenlijk niet op dat vliegtuig zitten, dat vind ik niet leuk. Holy shit, ik schrok mij de pleuris. Waar is die vent? Ik ben altijd die persoon die dan die infected persoon, zeg maar, voorbij loopt. Als je snapt wat ik bedoel. Dat is altijd heel typisch. Want die staat dan bijvoorbeeld 10 minuten stil. Hier, daar staat hij gewoon stil. Hallo? Holy shit, jongen, dit heeft range! Het ding is best wel ziek eigenlijk. Maar ik maak waarschijnlijk nog wel een keer een video over het feit waarom ik zo weinig, of eigenlijk beter gezegd, geen Call of Duty meer speel en upload. Maar dat heeft geen zin om dat nou denk ik te bespreken. Dus daar komt een aparte video over. Nou gaan we gewoon genieten van deze game. Oh, what the fuck. Ik schoot hem, mijn ammo ging net niet op. We hebben één iemand die infect is en die staat AFK. Nou, ik heb daar geen probleem mee, want die kan ik ook gewoon killen. Maar zodra ik zie dat ik hem dus wel voorbij loop en dan schiet hij met mijn rug. Zo loopt het meestal af. Hier, what the fuck. Ja, nou, dadelijk komt hij terug. Oh shit! Komt terug van het toilet. En dan ziet hij mij. En dan schiet hij één keer. En dan krijgt hij net zo. Dat gebeurt altijd. We gaan gewoon blijven rennen. Want ik geef niks om hoe ik mijn MOAB haal. Of het nou op een leuke manier is of niet. Een MOAB is een MOAB. En zo is het. En niet anders. Dus daar zul je het mee moeten doen. En die vent heeft zin om in een hoekje te zitten. Oh, die loopt nog eens aan. Ja. Ik heb het idee dat hij niet gaat spelen. Oh, iemand heeft suicide gedaan. Die dacht, weet je wat? Ik kan het niet meer aanzien. Ik maak er een eind aan. En dat is misschien niet zo gepast om dat nou te zeggen. Waar gaan we... Oh, weer? Hij staat er steeds AFK! Ik zweer, ik ga hem zo neerschieten. Waarom weet ik niet? Ik wou het kunnen. Ik schiet er gewoon door het glas heen. Het glas gaat niet kapot. Yes! Eindelijk, door de kills gemaakt. Hier staat er nog eentje. Dat is dezelfde of niet? Maar het maakt niet uit. Ik maak... Oh, holy shit! Dat bedoel ik! Dat is altijd de fout die ik maak. Een verkeerde inschatting. Oh jongen, ik schrok mij de pleurs. Hallo? Hallo? Hier spant ook toch iemand, dat weten wij. Maar ik vertrouw mijn rug niet. Ik kan naar Claymore zat. Jezus Christus. Hallo? Hij moet er een keer door. Hij moet nou doodgaan. Oh shit. Ik zei het toch? Hij wou weer een tech insert neergooien, maar je dacht scheid. Ik ga dat niet riskeren. Nope. Wow, ik krijg een hitmarker. Ik hoor dat. Ik zweer het je dat hij achter mij spawnde. Dat moest haast wel. Hij spawnde volgens mij daar. Maar fuck dat. Ik kreeg een hitmarker. Zag je dat? Nou ja, het is de eerste match. We spelen waarschijnlijk 3 matches per keer. Blijf stilstaan. Jij moet... No! Was dat mis? Fuck off. Dat was niet mis. Weet je wel, ik leg hier de ding even neer. Dit is zo irritant. Iedereen zit nou echt gewoon vol te campen. Hallo? Ja, yep, daar ligt er eentje. Als ik het throw knife aan... Wow, wow, wow! Hij begon helemaal te haperen en ik liep tegen iemand aan, maar... Hij schoot niet, ik vond het helemaal prima. Waarschijnlijk zag je hem ook gewoon vliegen of zo, weet ik veel. Hier vloog een throw knife, of niet? What? Ik heb een 4-bar, doe normaal zeg. Daar zit iemand rechts in het hoekje, ik weet het. Ah, alsjeblieft jongens, deze game was al awful. Nee, op zich de game is goed, maar... Kom ik hier eigenlijk op? Ah, ik zweer eens dat er een kruisje stond, ik kon daar opspringen. Dat was een bitch move. Wat? Ik zweer het, jongen. Hij lijkt als een malle. Oké. Okay. Hij moet hier... Ik wil een throw knife. Geef mij een throw knife. Ik wil throw... Oh, oh. Jij probeert mij vanaf die kant... Zal ik hem hebben? Als ik hem heb, dan zou het echt heel erg zijn. No way. Jij bent echt... Oh, joh. Je bent gejinxed. Oh, shit. Nee, 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 nee. Geen C4. Niet vandaag. Ik weet het uit mijn gezien, hè. Nee! Er zat nog één in dat hoekje. Hallo? Oh, jij bent dood, mooi. Dan kunnen we... Ah, shit, ik had eigenlijk dat ding hier niet moeten leggen, maar... Jij bent... Oh, ik heb hem! Lekker voor hem! En die C4 gaat af. Ik heb de meeste kills. En dat komt alleen maar omdat ik volgens mij al die...
die kills van hun juist maken. Oh nee, ik zweer het je, ik knife. Fuck you, ik knife. Oh, hij moet dood zijn, elk moment. Is ook zo'n pussy spot, hè. Oh, hij is dood, dat is goed. Waar zit de laatste? Ik sta bovenaan, ik vind het best wel komisch dat bovenaan staan. En het is hier trouwens zo heet die binnen, jongen. Je wil niet weten, ik heb een try aan, heb ik normaal nooit, maar ik kan daar niet tegen, jongens. Ik zweep mij, de pestpleuris. Maak die vent dood. Ah, no! Ik had hem kunnen throwing knife als ik die throwing knife niet verspeeld had. In ieder geval, we gaan waarschijnlijk 3 matches in deze video doen. Dus ja, tot in de volgende match, tot zo. Jongens, het is tijd voor Face Danneske. We gaan gewoon een fucking trickshot 920-1080 fucking flikvlak no-scope across the map doen. En hem ophalen. Zullen we dat doen? Ik vind het een prachtig idee. Eerst even al die mensen muten. Niet dat er eigenlijk iets uitmaakt, want ik heb een mixamp voor mijn Astro. Waarbij ik automatisch al die mensen mute. Godzijdank, ik ben niet infected. Daar ben ik heel erg blij mee. Dus op zich maakt het niet uit of ik nou mensen hier op mute zet of niet. Ik hoor ze toch niet. Dus, en jullie horen ze waarschijnlijk ook niet. Dus dat is prachtig. Godzijdank dat ik een Astro heb. Ik weet niet of dat bij andere headsets ook kan. In ieder geval als je iets van een soort van equalizer hebt, dan kan dat wel. En dat is dus zo'n mixamp. Maar die zitten volgens mij niet bij veel headsets. Dus ja. Waar gaan wij zitten? Ik vond dat op zich net best wel goed idee. Oké, we hadden niet lang overleefd. Maar toen wij infected waren zelf, had ik redelijk wat kills gemaakt. Dat is op zich ook knap. Ja, knap. Dat is een beetje overdreven. Maar dat is op zich ook wel leuk om een keertje te doen. Door heel vaak heb je, dan ben je zelf af. En dan is het ook gewoon het einde van de wereld, weet je wel. Dan is er niks meer te doen en dan geef het allemaal op. Oh jongen, ik heb al zo lang niet meer gesniped. Dan gaat het fout. 3, 2, 1. Oh, hij was te klein. Ik aimde over hem heen. Oké, er is iemand infected. Hij is ook direct dood. Zelfde seconde. Ja, ik denk niet dat dit een goede spot is. We moeten echt ergens in een hoekje gaan staan waar we overzicht hebben. En wat ik nou doe, dat lijkt me niet echt het beste. Maar ik loop hier gewoon. Echt 2 kogels. Pam! Ik heb constant het idee dat er iemand achter me staat. Ik weet niet hoe dat is, maar het geluid in deze game is zo eng. Het is een fucking horror game. Sowieso zit daar iemand. Want dan blijven ze waarschijnlijk spawnen, want dan hebben ze... Iets van een... oh, iemand liep door mijn mijn heen. Ah, ga weg. Er zal wel een tech insert liggen. Ik zeg het toch, verdomme. Ik zeg het nog. Er zal een tech insert liggen. 1 seconde later, tech insert. Oh mijn god, echt waar, Dennis? Really? You really suck this bad? Yup, I do. Die heartbeat sensor doet volgens mij ook echt helemaal niks. Oh, er is iemand dood. Rest in peace, motherfucker. Ik wil die hoek in, daar is... Ik vertrouw mijn rug echt voor geen ene meter. Echt gewoon totaal niet gewoon. Insta-dead. Nope. Waar zijn die mensen? Waar zijn die mensen van de onderwereld? Ik heb echt het idee dat ik hier gewoon stil kan staan. Dat niemand hier naartoe komt. Weer iemand dood. Waar zit... Oh shit. Yep. Niet vandaag. Weg jij. Ik heb je nooit gemogen. Ga weg. Ga buiten spelen. Oh, dit is buiten trouwens. Nou, whatever. Ga binnen spelen, ook goed. Oh, oh shit. Ik draai vol, want ik had even het idee dat iemand op mijn rug zat. Hij liep mij voorbij, dus de kans was aanwezig dat iemand naast mij zou spawnen. Jap, 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 jap. Oh, jong, ik zweer het. Hij lekt en hij hapert. Hij doet alles wat ik niet wil. Oh, dit is fucked up. Hallo? Ik moet zoveel kanten op kijken nou, hè. Dat is niet grappig. Oeps, wat ik niet meer doen. Dan heb ik een groot fout gemaakt. Zie mij lopen. Zie iedereen lopen. Only on PlayStation 3. Ik weet niet of het Xbox beter is. Mensen zeggen altijd van wel, maar volgens mij is dat overal slecht. Oké, ik ben weg hier. Zoek hem uit. Iedereen van zich. Oh jongen, ik heb mijn vriend daar geholpen. Oeps. Oeps. Nee! Nee! Iedereen is telkens dood. Ik wil gewoon ergens met mijn makkers overleven. Maar dat lukt niet. We halen de 10 kills. Ja, oké, ik had 12. Dus dat is bullshit. We halen de 13 kills niet. Zit hier iemand boven? We gaan de volgende match gaan we echt campen. Gewoon echt campen zoals iedereen doet. En fuck iedereen dan ook gewoon. Dan doe ik ook gewoon net als iedereen. Ja, whatever. hallo? 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 Is er iemand? Ik zweer je, waar is die vent? Ik vraag me echt af waar... Ik denk dat ik weet waar die is. Ik denk dat ik een vermoeden heb waar die is.
En dat is hierboven. In het gras. Hier ook, denk ik. Oh nee. Ik had even straks iemand zien liggen, daarom neem ik... Hey, hallo? Oh nee, jij loopt niet door! Fuck, 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 fuck. Oeps, 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 oeps. Hij is dood. Hij is voor mij! Ik heb hem! Ik had hem alsnog. Was hier nog iemand, of niet? Oh, dat was die gozer die ik killde. Ik had eigenlijk een seconde eerder moeten zijn, maar ja. Sorry, teammate! Het is nog steeds gewoon iedereen voor zich in deze game. En dat is altijd al geweest. En waar is die laatste dan? Die ligt hier volgens mij echt gewoon ergens. Die mensen spelen volgens mij echt verstoppertje. Ik heb echt idee dat die ergens in, weet ik veel, in de bende ligt. Hier is hij. Hier was volgens mij iemand. Ik had het idee dat mijn aim een beetje gek ging doen. Maar die vallen uit. Waarom verliest... Oh, hoe kunnen... Oh, de kill was gemaakt. Ik wou net zeggen, hoe kunnen wij gewonnen hebben als er geen kill gemaakt is? Maar er was een kill gemaakt. Ik zie jullie in de volgende match. Hopelijk gaan we dan die mob ophalen. Ik heb het vermoeden van wel. En tot zo. Ik krijg Dome en ik krijg FMG9 Akimbo. Die combinatie die gaat niet samen. Dus er is gewoon simpelweg echt geen hoop meer. Jij bent een bitch. Oh, ik vertrouw die echt niet. Is er iemand? Oh, oh daar is... Oh, ik heb hem geraakt. Oh, als ze mij nog gekillt had, hè. Hey, Deutschland! Oh, nee. Deutsches Kraut. Wat is dat? Duits kruid? Als ik logisch nadenk, zou ik zeggen Duits kruid. Zal wel niet. Maar, we zijn nog steeds in dezelfde lobby. Zelfde mensen. Zelfde ellende. Oh. Oké, die was friendly. Ik kan volgens mij niet eens dood door C-Force, dus dat scheelt. Nog niet. Ik heb het idee dat er achter mij zit. Ik heb al de hele tijd het idee dat er iets achter mij gebeurt. Maar dat zal waarschijnlijk komen dat je in Advanced Warfare niet zo heel veel hebt aan de geluiden. En in Black Ops was volgens mij dat je echt alleen maar de voetstappen heel goed kon horen. Oh, wacht. Ik weet wat ik fout heb gedaan. Mijn headset staat qua preset verkeerd. Wacht even, ik moet heel even eens gaan liggen. Daar is het, natuurlijk heb ik mijn preset verkeerd staan. Hij staat nou op cinematic. Volgens mij staat hij nou... Nee, hij stond wel goed. Ik kan hem al verzet. Ik dacht wel, hè? Dan zal het aan de game liggen, ik weet niet. Je bent waarschijnlijk gewoon niet meer gewend. En dan moet er iemand zijn, ik weet niet waar. Ik wil er gewoon niet op af, omdat ik niet durf. Snap dat dan. Oké, ik ga hierheen. Ik kan me herinneren dat ik hier ooit heb overleefd. Dat best... Oh, hier, leuk. Oké, ik haat die fucking dingen. Oh, what the fuck. Zie mij leggen, man. Ik deed niet, ik stond stil en ik ging nog 20 kilometer vooruit. Oh jongens, gekke. Hoe kunnen mensen dat toch met Akimbo spelen? Die dingen waren al zo fucking overpowered en overused. En ik kan echt gewoon niet meer overwerken. Ik heb het idee dat ze hier ook wil blijven spawnen, want dat zag je net ook. Heel vaak is dat al, je ziet. Die spawn dan constant hier. Eigenlijk kan ik best gewoon niet blijven. Ik denk dat ik dat doe. Hallo? What? Nee! Oké, is weer. Ik zag hem verder lopen, maar je moet ze niet volgen. Dan gaat het fout. Ik heb nou wel gewoon mijn C4 verpest. Hè. Die had ik nooit mogen gooien. Ik blijf gewoon wachten. Echt waar. Kijk hoeveel mensen nou nog maar over zijn. Helemaal niemand. En ik heb nog steeds... Oh, ik heb maar 2 kills. Ik dacht dat helemaal niks had. Oké, ik maak nou een hele grote fout. Zie je? Had ik niet moeten doen. Ik heb aandacht getrokken. Hallo, ik ben hier. Kom maar halen. Ik wil dood. Oké. Ja. Yep. Ik heb gehoor gekregen. Oh mijn god. Ik vind dit zo afzichtelijk, verschrikkelijk, afschuwelijk. Hey, hallo. Hoe is het met jou? Met mij is het goed. Hey, nog een vriend. Er komen nog meer vrienden aan. Het wordt steeds gezelliger hier. Uh-oh. Ja. Yep. Ja. Yep. Ik moet hier weg. Laden die handel. Nee, wat? Zie mij, ik ren er voorbij. Oké, connectie in deze game. Echt, ik kan wel janken. Ik kan wel janken. Vangen. Nee, mis. Waarom ook niet? Hey, enemy for fighting. Weet je wat, ik doe nog 1 match. Fuck it. Ik doe er nog 1. Dit was echt, dit was niks. Fuck it. Ik denk dat we nou echt serieus een goede kans hebben. Want we hebben en een goede map en een goed wapen. Dus in principe, als ik nou niet zo'n achterlijke lag spike krijg. Dan moet het goed komen. En hij staat hier rechts van mij. Oké, dat is gezellig. Hallo? Ik wist het. Ik zag dat er nog steeds een rood puntje had. Maar ik had net ineens een fucking rare lagspakje. Dus hard waarschijnlijk wel. Ik liep die gozer voorbij. En ik stond serieus gewoon van 2 meter achter hem. En ineens was ik dood. En oké, het was sowieso raar dat ik hem voorbij kon lopen. Maar gewoon die late reactie zo. Dat is fucked up. Oh, hallo. Oké. Volgens mij is dat wel een van de betere wapens.
om überhaupt de kans te maken om te overleven. Ik zet hier nog een mooie claimer. Nee, ik blijf hier gewoon staan. Dan hoop ik gewoon niet dat ze me kunnen... Oké. Okay. Daar ging het al bijna fout, hè. Ik wil zeggen, hopelijk kunnen ze me niet throwing knifen. Dat was hem bijna. Weet dat ze nou op hun proberen te gooien en dan gooien ze overheen en raakt ze mij. Dat is de manier hoe ik ten onder ga. Ik probeer er een beetje onder te kijken. Oké. Okay. Ah, ga weg. Op zo, Demeteren. Het blijft redelijk rustig. Zij zullen als eerste doodgaan, denk ik. Dat is de plek waar iedereen altijd heen gaat. Iedereen gaat echt altijd daar campen. En op zich zou het heel makkelijk moeten zijn om ze raak te kunnen gooien met throwing knife. Maar ik geef toe, ik gooi ook eigenlijk altijd mis. Oh. Dat bedoel ik. Hoor je dat ding alweer? Fucking throwing knife achter me. Die was niet eens op mij bedoeld. Die was op iemand anders. Die gooide hem gewoon over die brug heen. Dan ligt hij daar. En daar stond ik net, hè. Verdomme, recht in mijn zak. Oké, hij heeft mij gezien. Of niet? Ik geef zak hem ook niet. Misschien is dit een goede spot. Nope. Yep, wel een goede spot. Ik wil eigenlijk gelijk om de hoekje. Maar ik denk als je gelijk om het hoekje... Dan zal ineens om de hoekje springen en je gelijk raken. Op zo'n vieze manier. Die ding is zo sterk, hè. Echt niet normaal. Is een grote teen. Ja, dat is dodelijk. Dat is zeker dodelijk. Ja, doe maar. Yep. Daar. Ik wil eigenlijk dat ze van rechts niet konden komen, maar... Ze kunnen daar gewoon om doorlopen. Maar misschien dat ze dan te veel zicht hebben op die mensen daarboven dan bij die brug. Dat ze denken, weet je wat, laat maar. Oké, mijn claimer is ook 10 dagen te laat, dankjewel. Dat is mooi. Ik weet niet of hij een... Ja, hij had er eentje. What? Dat ding was close! Dat was bijna raak, echt waar. Oh jongen, ik schrik van alles wat beweegt. Oh ja, ik heb een 1-bar. Dat is lekker. Doe mij nog maar 1. Ik wil eigenlijk gaan verhuizen. Maar ik denk dat beter is om dat niet te doen. Oké, dan... Uiteindelijk heb ik altijd spijt. Als ik nou hier blijf staan, word ik getroknifed. Ga ik lopen, word ik geknifed. Dus ik heb uiteindelijk toch altijd spijt. Die was vies. En dan moet je gewoon wachten tot ze constant tech inserts gooien. Maar daar wacht ik niet op. Daar riskeer ik niet die ellende. En ik leef gewoon nog steeds. Nog steeds is er hoop. Nog maar een paar kills. Nog 14. Nee, ik blijf hier niet lang staan. Ik denk dat ze daar via deze kan lopen. Te makkelijk. Om een keertje via de andere kant lopen. Hoe kan het eigenlijk überhaupt zijn dat ik ze nog zo weinig mensen heb gezien? Oh, hallo. Die is ook. Ik blijf gewoon staan. Als hij nou ook gewoon ergens stil gaat staan. Dat is, ja, fuck dit. Ja, dat bedoel ik. Je moet echt alles in de gaten houden. Dat was net mijn grote makker was daarnet. Zie je? Oké, ik ben de lul. Ik ben fucked. Ik ben officieel genaaid. Kan ik hier eens in de plantenbak verstoppen en gewoon doen alsof ik een plant ben? Dit bedoel ik! What the fuck is dat? Oké, weet je wat? Stik er maar in. Hoeveel mensen zijn er? Oh, er zijn er maar 2. Ik mag geen normale matchen spelen. De lag! Zullen ze hier bij die brug zitten? Nope, die zijn niet bij die brug. Waar zijn ze dan? Waar zijn die mensen dan? We gaan ze gewoon zoeken. Er is er nog maar eentje. Die moet ergens sowieso in een hoekje liggen. Gewoon zo'n bitch spot. Ik geloof niet dat daar... Ja, trouwens, als hij aan het schieten was, hoorden wij dat al lang. Hij heeft suicide guy. Oké, GG. In ieder geval, de video zit erop. Ik hoop dat je hem leuk vond. Als je echt gewoon... Ja, meer Call of Duty is een beetje een raar iets. Want ik ben sowieso niet van plan om nog dagelijks Call of Duty te kunnen doen. In ieder geval sowieso een half jaar niet tot een nieuwe Call of Duty uitkomt. Dan zien we dan wel weer verder. Maar in ieder geval, als je het leuk vond, laat een like achter. Ik kijk of ik wat meer ooit zal doen. En abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houden we.